Ik vind het een mooie middag. Een mooie zomerdag. Welkom op het Lauswold Zomerconcert 2012. Goed gespeeld. Een mooie variatie ook. Zangeres vond ik helemaal super. Trots weer op mijn eigen NNO ben ik dan toch een beetje weer geneigd om te zeggen. Met de thuisbasis natuurlijk in de stad Groningen, maar van ons allemaal realiseer ik me ook heel goed hier in het noorden. En ook hier weet men weer een prachtige prestatie met overigens een prachtige soliste neer te zetten. Het inspireert ook mensen en het brengt ook mensen in beroering. En dat is denk ik ook de essentie van muziek. Wat vond u nou het mooiste stuk wat u tot nu toe heeft gehoord? De stuk uit de Notenkraker eigenlijk wel. Nou zag ik die dirigent, dan moest ik even denken aan een coach die zijn team leidt. Is het een beetje te vergelijken? Ja en nee. Aan de ene kant ben je de leider van de groep. Aan de andere kant kan je als dirigent is het zeg maar een stuk wat je samen hebt geoefend en moet spelen. En bij voetbal is het altijd anders omdat het tegenbetaald in de weg loopt. Dus je kan heel veel afspreken en binnen 5 minuten kan het een heel ander verhaal worden. Dus, dat maakt het voetbal weer anders als muziek. I was here last year. It was a bit better weather, but just a bit. And after that concert, I was wow. This sort of concerts to invite such great people to classical music and enjoy with us and all together. Thank you that you are all here. Dit is Noord-Nederland. Dit is een groot netwerk. Daarom zijn we hier ook. Niet alleen maar voor het NNO, hoewel het NNO de moeite waard is om alleen voor te komen. Maar dit is een netwerkbijeenkomst ook. Ik ben hier zelf ook omdat ik mijn contacten met Friesland-Drenthe goed wil onderhouden. Noord-Nederlands Orkest per Otto Jansen. Fantastisch! Kijk eens.